zijn vandaag in Soest bij het NK rolstoeldansen. Twee favorieten, René en Hanna uit Soest, en die gaan we volgen. Gaan jullie mee? Ik heb meedoen met deze sport. In het rolstoeldansen? Nee, je moet dus gehandicapt zijn. Je wordt ook van tevoren geclassificeerd. Daar heb je speciale mensen voor. Die worden toegewezen door de IPC, de dansbond. En je kunt niet zeggen van nou, ik vind het leuk hè, om in een stoel te zitten. Ik vraag me af of je dat inderdaad überhaupt leuk vindt. En dan doe ik hier mee. Nee, dat kan dus niet. Nee, je moet dus echt een handicap hebben. Okay. En de categorie qua handicap maakt niet uit. Maar afhankelijk van de handicap kom je in een klassificatie. Dus dan mag je in een categorie mag je meedoen. De ene heeft een handicap aan een arm, de andere aan twee armen op zijn benen. Dus helemaal afhankelijk van wat je hebt. Oh yeah! This beat is groovy! Hey, hoe lang dans je nu samen? Ik denk nu bijna 2,5 jaar, misschien 2,5, 3 zoiets. En mochten jullie vandaag eerst worden? Is dat de eerste kampioenschap? Nee. Vorig jaar zijn we in de Roomba's, of zijn we in de Roomba's? Zijn we in de Ballroom, zijn we ook Nederlands Dat is echt knallen. 4 april, jongstleden, in Kuik, ook een internationale wedstrijd. Ja. We zijn nu derde geëindigd als beste Nederlandse paar. Vandaag de NK. Geeft dat voor vandaag de mogelijkheid dat jullie kampioen gaan worden? Het zou super zijn als dat lukt. Ja. In de ballroom zijn we sterker. Maar ja, je weet niet hoe goed de rest getraind heeft, dus het kan, ja, weet je, alle kansen liggen open. We doen echt ons best om de eerste te worden. Ja.
En jullie hebben de man. We zijn hier bij het Nederlands kampioenschap rolstoeldansen. Vorig jaar waren jullie Nederlands kampioen, klopt dat? Ja. Kunnen jullie wat vertellen over vorig jaar? Ja. Dat is natuurlijk een hele verrassing natuurlijk op dat moment. Je zet je natuurlijk helemaal voor in. Maar ja, het is altijd de vraag van ja, gaan wij het worden? Ja of nee? Want ja, je hebt toch concurrentie. Ja. En uiteindelijk werden we Nederlands kampioen. Ja. Ja. Ja, maar jongen uit Baren, ook door de gemeente Baren gehuldigd daarvoor. Nu is Soest huldig bij, een beetje weer geblesseerd helaas. Wat vind je van de ambiance? Heel mooi, ja. Heel schitterend. Heel wel. Een beetje moeilijk om naar te kijken. Ja, ja. En heb je een favoriet vandaag? Ja, de Seppers, hè. De mensen van het danscentrum Sepp, die zijn mijn favoriet. Oké. Okay. Hey, dank jullie wel en hopelijk volgend jaar er wel weer bij. Ja, dat weet ik wel zeker. Okay, fijne dag. Derde plaats voor Mariette Wolthuis en Edwin Wolthuis. Tweede plaats voor René Hulgega en Hanna Costa. Jullie zijn vandaag twee keer tweede geworden. Ja. Graag jullie reactie. Nou, ik ben hartstikke tevreden. Dit een klein beetje teleurgesteld. Ja, we hadden best wel eerste willen. We hebben verloren van iemand die ook super goed is. Dus ja, dan houdt het wel.